Kun jij nou geen mooie foto's meer maken met jouw iPhone 10 omdat jouw achtercamera kapot is? Nou, in deze video ga ik je laten zien in een video hoe je de achtercamera van de iPhone 10 moet vervangen. Nou, de achtercamera kan verschillende problemen hebben, zoals bijvoorbeeld rare kleuren, strepen, niet meer scherp willen stellen, stabilisatie kwijt zijn. Nou, dat zijn allemaal problemen die in de camera kunnen zitten en die je kunt oplossen met een nieuwe camera. Nou, de reparatie van de achtercamera is niet een moeilijke reparatie. Het is ook maar een heel klein onderdeeltje. Het ziet een dubbele camera. Dat zie je steeds meer bij smartphones. En alle onderdelen en het gereedschap wat je nodig hebt, vind je terug in de omschrijving. We gaan beginnen met het uitzetten van de iPhone 10. En daarna kunnen we de twee pentelobe schroeven verwijderen die aan de onderkant zitten. Als die schroeven zijn verwijderd, kunnen we het schermpje een klein beetje gaan verwarmen. En met behulp van een zuignap en een plektrum kunnen we het schermpje openwippen. Het scherm zit best goed vast, omdat er namelijk een plakrand tussen het scherm en de achterkant zit. We wrikken hem aan de bovenkant ietsjes naar onderen. Maar doe dit wel voorzichtig, dat de kabel van het scherm niet scheurt. Nu kunnen we het schermpje openwippen en zien we de binnenkant van de iPhone 10. Er zitten een aantal tri-wing schroeven op rij. Die moeten we allemaal verwijderen, want we moeten het schermpje namelijk eraf halen. Als de schroeven zijn verwijderd, kunnen we het beschermkapje weghalen en kunnen we de batterijconnector losklikken. Als de batterijconnector losgeklikt is, is de stroom van de iPhone en kunnen we de overige drie kabels ook gaan verwijderen. Rechtsbovenin zit de achtercamera, maar er zit nog een houdertje voor. Het houdertje zit vast met twee schroefjes. Let aan de bovenkant goed op, want er zit nog een antennetje boven dat je die niet kapot maakt. Het houdertje kunnen we nu verwijderen. Die zit best goed vast zoals je kunt zien. En daarna wippen we de achtercamera eruit. We plaatsen nu een nieuwe achtercamera terug. Klik de connectoren vast op het moederbord. En ik plaats de camera weer op zijn plek. Dat houdertje moet er ook echt weer ingedrukt worden, dus niet erbovenop. Niet op deze manier, want dan gaat het mis. Hij moet echt een beetje ingewrikt worden. Dat kun je nu ook zien, vooral aan de onderkant ligt hij echt een beetje in het framepje. De antenne weer bovenop het houdertje. En dan kunnen we het schroefje weer vastmaken. Ook het onderste schroefje kan weer vast. En dan kunnen we de oude framestickers gaan verwijderen. Dit is belangrijk, want we gaan straks weer een nieuwe framesticker plaatsen. Doe dit dus goed en zorgvuldig. Let wel goed op dat je geen schade maakt aan eventuele kabels. Ik gebruik hiervoor de metalen schraper. Dat is best wel een sterk stukje gereedschap. Als ik daarmee bijvoorbeeld nu tegen de dock connector aankom, dan kan ik daarmee schade maken. Let daar dus mee op. Als alles verwijderd is, plaatsen we de nieuwe framestukken terug op zijn plek. Kijk ook even goed hoe die om moet. Dan hebben we de openingen bij de cameraatjes voor de voorkant. We drukken de sticker goed aan. Als we dat namelijk niet doen, dan blijft straks de sticker aan het blauwe folie zitten. En dat willen we voorkomen. Het eerste laagje kan er nu af. Dan plaatsen we het scherm terug en de sensorkabel. De tweede kabel van het scherm ligt een stukje dieper. Gaat het moederbord iets naar onderen. Zodat die chip wat je kunt zien op het scherm daar kan liggen. Dat is een bijzonder stukje techniek. Het beschermplaatje kan weer op zijn plek gezet worden. En de driepuntschroefjes plaats ik weer terug. Ik noem het driepunt, maar ze worden ook wel tri-wing genoemd of tri-point. Daarna kan de sticker eraf. Kijk even goed als overal de blauwe stickers zijn verwijderd. En dan drukken we eerst de bovenkant weer terug in de achterkant. Dus de bovenkant van het scherm. Als alles weer op zijn plek zit, plaats ik de pentelobe schroefjes weer terug.
In totaal zijn dat 2 stuks. En dan moeten we natuurlijk alles gaan testen. We hebben alles van elkaar afgehad. Dus zowel de schermkabel, sensorkabel. Nou, even kijken als de camera het goed doet. Softwarematig werken de voor- en de achtercamera ook met elkaar. Nou, werkt de proximity sensor, die doet het. Face ID. Geen onbelangrijke functie bij de iPhone 10. Dat werkt ook. Net alleen vergeten een toegangscode in te vullen. Dan doen we het nu alsnog. Hij doet het ook echt. Dat is mooi. De reparatie is geslaagd. De reparatie is succesvol voltooid. Je hebt net kunnen zien dat hij tijdens het testen dat alles weer goed functioneert. Test is ook even alles weer helemaal goed. Het schermpje is er namelijk af geweest. Dus daarvoor test ik de proximity sensor ook, dat het beeld uitgaat als ik mijn hand ervoor houd. Nou, test ook even goed als de achtercamera weer goed inzoomt. Test ook de voorcamera even weer goed, want softwarematig werkt de voorcamera samen met de achtercamera. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je er wat van hebt geleerd. Alle onderdelen en het gereedschap vind je terug in de omschrijving. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug in een andere video. Tot ziens!